Voor FC Volendam en Telstra begint het allemaal weer. Vrijdag begint de eerste divisie en wij legden de trainers van beide clubs een aantal stellingen voor. FC Volendam gaat de 14e plek van vorig jaar niet verbeteren. Nee. Nee. Nou, ik denk dat wij gegroeid zijn en beter moeten kunnen als wat wij vorig seizoen hebben laten zien. Volendam hoort helemaal niet op de 14e plek thuis. Dat is een organisatie en een groep spelers en een staf die wel een flink stuk omhoog moet. Telstar gaat hoger eindigen dan plek 6 van vorig seizoen. Nee. Nee. Nou, dat is niet realistisch. Als je ziet wat er allemaal bijgekomen is met een Roda, met een Twente, met een Sparta. Wij gaan gewoon strijden om weer in de play-offs te komen. FC Volendam haalt de play-offs dit jaar wel. Ja. Ja. Ondanks de sterke competitie vind ik dat wij om die plekken zeker moeten spelen. Telstar haalt dit jaar de play-offs niet. Nee. Geen idee. Ja, die is lastig. Ja of nee? Je hebt geen joker. Ja. Telstar haalt de play-offs wel. Het was vooral pech bij FC Volendam vorig jaar. Nee. Nee, alleen pech bestaat niet. We hebben fases pech gehad. Daarna is ook onze jonge ploeg heel kritisch benaderd. En dat mag en dat moet. Maar daarmee omgaan is moeilijk. En uiteindelijk dwing je ook geluk dwing je af. En dat hebben we te weinig gedaan. Het was vooral geluk bij Telstar vorig jaar. Geluk? Nee. Nee. En als je dan 61 punten haalt, een geweldig aantal goals scoort. Prachtige wedstrijden gespeeld met schitterende overwinningen. Ik durf zelfs te beweren dat wij heel weinig cadeau hebben gekregen. Telstar had gewoon een goede ploeg, goede spelers. Niet voor niets dat ze diverse spelers een mooie transfer gemaakt hebben. Wij pakken 4 punten in de Vissersderby. Ja. Ja. Maar ik vind dat wij altijd, als je die twee ploegen bekijkt, meer punten moeten halen als dat Telstar haalt. Omdat Volendam het gewoon weer heel lastig gaat krijgen met Telstar. Wie eindigt er hoger op de ranglijst? Volendam. Telstar? Telstar gaat hoger eindigen dan Volendam. Gaat dat veel schelen? Nee, ik denk dat Telstar in staat is om wederom een goede ploeg bij elkaar te zetten. Die competitie zo sterk dat het wel eens heel kort bij elkaar allemaal kan liggen. De aanwezigheid van Twente, Sparta, Roda en NEC in de competitie is dramatisch voor onze club. Nee. Nee. Je wil altijd je meten tegen de sterkste ploegen. Het liefst doe je dat in de Eredivisie, maar nu zitten er bij ons in de competitie enkele hele sterke ploegen. Dat maakt het er niet makkelijker op om prestaties neer te leggen en om aan verwachtingen van supporters te voldoen. Maar het is wel een enorme uitdaging waar we vol voor gaan. Geweldig juist, prachtige wedstrijden. Alleen dat heeft dan als resultaat dat je niet zomaar even hoger eindigt dan de 6e plaats. Je noemt die prachtige clubs al op en dan vergeet je Jong Ajax, vergeet je Jong PSV. En dan vergeet je een Cambuur en een Go Ahead die waanzinnig hebben geïnvesteerd. Dus dat wordt gewoon een prachtige competitie. Ik kijk er echt naar uit. Dit soort ploegen, dat worden prachtige affiches voor hier in IJmuiden. Er gaat dit jaar weer een belofte team kampioen worden. Ja, ik denk het net niet. Ik denk dat dus nee. Nee. Ik denk dat de belofte ploegen wel heel hoog zullen eindigen. Alleen denk ik dat door de kracht van de andere ploegen... denk ik dat net niet voldoende zal zijn voor bijvoorbeeld een Jong Ajax of een Jong PSV. Ik denk dat de strijd tussen 3-4 clubs gaat met Roda, Twente, Sparta, NEC. Die gaan echt uitmaken wie dit jaar de kampioen wordt. Dat is mijn overtuiging.